De grote kerk in Vlaardingen zit vol voor de uitreiking van de Geuzenpenning. En die gaat dit jaar naar Radia Nassaoui. Al sinds 1976 zet ze zich in voor de handhaving van de meest elementaire mensenrechten in Tunesië. Onder president Ben Ali werden critici van het regime volgens Nassaoui massaal opgepakt en gemarteld. Ook na de revolutie van 2011 en het vertrek van Ben Ali gaat het martelen in gevangenissen en politieposten nog altijd door, zo constateert ze. Als advocaat en activist zet ze zich in voor de slachtoffers. Notre organisation essaye de les aider, bien sûr. C'est notre objectif de soutenir les victimes de torture, de les aider à porter plainte, de les aider sur le plan médical, parce que plusieurs victimes sortent de prison avec des traces, des séquelles, des fois assez graves. Donc nous essayons de les soutenir, nous essayons de les défendre et nous essayons surtout de faire en sorte que la torture soit éradiquée de la Tunisie. C'est une pratique moyenâgeuse. De prijs die ze betaalt voor haar gevecht is groot. Meerdere keren is ze zelf mishandeld en bedreigd, maar ze weigert de strijd op te geven. Ze is zelfs herhaaldelijk in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen het belemmeren van haar werkzaamheden. Vicepremier Lodewijk Asscher reikte de Geuzenpenning uit aan Nassaoui, een prijs die ze vooral ziet als erkenning voor de problemen die nog steeds aan de orde van de dag zijn in Tunesië.